Dan een bijzonder Brabants sportmoment. Gisteren zijspancrosser Etienne Baks uit Bergijk. Die werd opnieuw wereldkampioen. Ja, ontlading. Etienne is hier in de studio. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wie waren dit die we net zagen? Dat waren mijn twee monteurs. Die jongens zijn eigenlijk elke dag bij mij. En dat zijn eigenlijk mijn steun en toeverlaat. Heb je veel aan te danken? Ja, zeker. Absoluut. Ja. Hoe heb je het gisteravond nog gevierd? Gisteravond eigenlijk niet heel erg meer. We hadden nog best wel opruimwerkzaamheden daar te doen. Plus het was nog 160 kilometer rijden richting huis. Maar we hebben het mooi afgesloten bij ons in Stamcafé in Bergijk. Kijk, heb je wel een nacht achter de rug of was die heel kort? Hij was redelijk kort, want ik zat vanmorgen in de radio-uitzending. Maar ik heb op zich goed geslapen en ja. Nu was het best een bizarre race, hè? Want eigenlijk lag je eruit, maar toch heb je gewonnen. Hoe zat dat? Ja, het is eigenlijk heel raar gegaan. We hebben dit jaar 14 Grand Prix gehad. 13 daarvan zijn we zonder enige technische problemen doorgekomen. En net op een cruciaal moment eigenlijk in het seizoen begeeft de motorfiets het. En, dan weet je niet meer waar je het moet halen. Dus en dan konden die monteurs niks aan doen? Het was een fabrieksfout en er kon eigenlijk niemand niks aan doen, nee. Nee, uiteindelijk heb je dan toch gewonnen, wereldkampioen, voor de tweede keer, hè? Ja. Hoe voelt dat? Ja, supergoed. Deze misschien nog wel specialer als de eerste, omdat deze natuurlijk op eigen bodem behaald is. Vorige keer was het in Zuid-Frankrijk. Er waren ook veel supporters, maar ja, dit was niet normaal. Nee. Nu word je vanavond gehuldigd in Bergijk. Kijk je daar naar uit? Ja, dat vind ik, dan voel je echt dat je wereldkampioen bent. Kijk, de dag van gisteren is mooi, maar ja, je wordt geleefd op die dag. En vanavond kunnen we er echt van genieten, denk ik. Ja. We gaan eens eventjes toe naar Bergijk, waar dus vanavond die huldiging is. Want daar is op dit moment verslaggever Jos Verkuijlen. Jos, hoe ziet het programma er vanavond uit? Vertel eens, wat gaan ze doen? Nou ja, hij wordt hier natuurlijk op een podium hier achter mij gehuldigd. Terwijl er hier nu net een klein buitje overkomt. Maar volgens mij moet dat uiteindelijk de pret niet gaan drukken. Want dit feestje is helemaal georganiseerd door Marco Slenders. En die is hier ook. Marco, wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? Ja Jos, wij gaan er vanavond een heel groot feest van maken. Zoals je hier kunt zien, het podium staat er al. De drankuitgiften is er. Nu moeten wij zorgen voor nog een beetje weer. Dat hebben we niet zelf in de hand. Maar dan gaan we er vanavond één groot feest van maken. We gaan Etienne Baks, de wereldkampioen, zijspan motocross. En de rest van het team gaan we vanavond eens extra in het zonnetje zetten. Want hoe gaan jullie dat doen? Met heel veel feest. Met heel veel mensen, hopelijk. Van de gemeente uit komen ze ook nog officieel huldigen. En de rest zullen we zien. Ja, 2 jaar geleden was hier ook natuurlijk een feestje. Toen werd Etienne ook al wereldkampioen. Ja. Toen stond het plein hier helemaal vol. Verwacht je dat vanavond ook? Eerlijk gezegd, verwacht ik dat wel. Als het weer toelaat, zeg maar, dan zal de scherprechter zijn, het weer. Want hoe trots zijn jullie in Bergijk? Wij zijn heel trots. Sowieso zijn wij heel trots in Bergijk, maar we zijn ook heel trots op Etienne en Nicolas en de rest van het team. Daar zijn wij heel trots op. Nou ja, kijk, en het wordt dus gewoon één groot feest hier in Bergijk. Hè? Dus verwachten, 2 jaar geleden waren er enkele honderden mensen hier op het plein. Wie weet vanavond weer. Want ja, het is toch wel een bijzondere prestatie om 2 keer wereldkampioen te worden. En vanaf een uurtje of 7 gaat het hier op het podium achter mij helemaal los. En hopen dat het daar droog wordt. Dankjewel Jos voor jouw bijdrage. Etienne, zonder bak en nis ben je natuurlijk helemaal nergens. Hè? Ik bedoel, jij staat hier nu als bestuurder van die zijspan. Maar degene naast je is superbelangrijk, hè? Ja, degene naast je is eigenlijk 50% stuurman. En die is gewoon net zo belangrijk als de rijder. Dus je bent echt een team en je moet het samen doen. Dus, die is er vanavond ook bij, gok ik, toch? Ja, die is er vanavond ook bij, ja. Dat is een Fransman. Ja. Zijn naam is Nicolas Musset. Ja, ja. Hij is vrij nieuw nog, want je bent nog niet heel lang met hem aan het rijden. Nee, het is het eerste jaar samen met hem. En hij is wel een bekende uit de zijspanwereld. Dus hij heeft met onze grootste concurrent, ook van dit jaar, Valentin Giraud, heeft hij, ik denk, 8 of 9 jaar gereden. Dus hij is geen onbekende in de wereld, maar voor mij het eerste jaar met hem, ja. Maar wat is dat tussen jullie, dat jullie dan ook meteen wereldkampioen kunnen worden? Wat is die chemie? Ja, kijk, een bakkenist wordt eigenlijk gekozen altijd. Dat wordt meestal gedaan in de winter. En die jongen hou ik natuurlijk al jaren in de gaten en ik ken hem al lang. Je had hem echt op het oog. Je denkt, die moet ik binnenhengelen. Ja, ja, inderdaad. En op die manier hebben we het eigenlijk ook gedaan. En we zijn 1 keer geweest te trainen samen. En dan weet je meteen of er een klik is. En als die klik er is, ja, dan kun je gewoon samen gaan voor die wereldtitel. Ja. Nu zie ik dat je een tatoeage hebt. Ga je er ook eentje laten zetten van het kampioenschap misschien? Nee. Ik heb meerdere tatoeages, ja, maar ik wil niet speciaal iets voor over de cross doen, nee. De herinnering is gewoon in je hoofd, vanavond de huldiging en dat is genoeg.
Ja, de huldiging is voor mij eigenlijk het belangrijkste. Plus, er zijn een aantal mooie cadeautjes die je kunt krijgen. Bekers en trofee heb ik in principe heel weinig mee. Maar de herinneringen blijven, zeg maar. Ja, wat ga je nu doen? Ga je gewoon je seizoen door gewoon? Ja, we gaan gewoon nog een seizoen door. Ja. Voorlopig houden we nog niet meer op. Nog doelen? Natuurlijk opnieuw de wereldtitel behalen. Het was dit jaar niet makkelijk. Dus we hebben echt wel moeten strijden tot aan de laatste meter. Maar dat maakt het natuurlijk ook mooi en hongerig voor meer.